dit wat we nu al. Deze maand in samenwerking met. Zijn jullie klaar voor vandaag Costa Rica tegen Nederland? Ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop eigenlijk natuurlijk gewoon dat we winnen. En ik vind dat we, ja, tot nu toe, ja, ik weet niet. We spelen goed, ik kan niks anders zeggen. En ik ben blij dat de voetbalspelers ook niet heel erg arrogant worden. Dat gebeurt vaak, hè. Dat ze dan, zeg maar, een paar wedstrijden hebben gewonnen. En dan worden ze heel erg arrogant en dan gaan ze fouten maken. Dat doen ze nu niet, dus dat is al een pluspunt. Ja, weet je, wel een penalty, geen penalty. Ik bedoel, misschien was die laatste geen penalty, maar die daarvoor wel. Dus ja, weet je, zwaar, geen discussies. Maar ik heb er zin in. Matteo en Mika mogen meekijken. Dus dat wordt een latertje. We gaan eerst eventjes een film kijken, gezellig met z'n viertjes. En dan daarna de wedstrijd. Die begint pas om 10:00. Ik vind het wat. Maar als ze in slaap vallen, vallen ze in slaap. En zo niet, dan niet. Weet je, geen probleem. Nou, en ik ben bij de Primark geweest. En op een of andere manier krijg ik het niet voor elkaar om, zeg maar één dingetje te kopen. Of twee of zo. Dat moet er altijd meer zijn. En ja, ik wilde gewoon even laten zien wat ik heb gekocht bij de Primark. Allereerst heb ik een rugtas gekocht voor Mika. Ik had een fotootje, had ik even naar Mark gewapt. Die was, ze waren niet in de Primark zelf. Want Mark en de kinderen in de Primark, nee. Ik vind het zelf al heel erg in de Primark. Als je vroeg gaat, dan gaat dat nog wel. En we waren dit keer vroeg, dus hè, ik heb het overleefd. En ik heb dus een foto gemaakt van deze rugtas. En ik heb gevraagd of Mika hem wilde hebben. Hij gaat naar groep 5 volgende jaar. Dus, maar hij vond hem leuk en stoer, dus ik ook. Dus daar ben ik blij mee. Dan heb ik een onderbroek gekocht. Nou, dat is altijd heel erg boeiend, hè, om onderbroeken te laten zien. Deze. Mooi roze is niet lelijk. Ik hou ervan om zo min mogelijk, nou ja, weet je, knellingen en dat soort dingen. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. En dit is zo lekker stretchy, zeg maar. En alleen dit, kijk, zo'n randje, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo prettig, zo'n randje. En toch heb ik hem gekocht. Want, ja, dat doe ik als ik in de Primark ben. Ik heb er ook maar één. Weet je, normaal koop je misschien wat meerdere. Nee, ik heb er één gekocht. Super gezellig. Dan heb ik een gadget gekocht. Color Your Hair van Opia. Nou, superleuk. Het is een soort systeem waarin je haren zo kan kleuren. Nou, dit is een blonde dame. Ik ben niet blond. Willen jullie zien dat ik hier een first impression tutorial-achtig iets van maak? Even een duimpje omhoog. Dan weet ik dat. Hartstikke leuk. Dan heb ik riemen gekocht. En weet je wat ik een beetje denk? Ik heb ze voor de jongens gekocht. Maar ik ben bang dat ik volwassen riemen heb gekocht. En niet voor de kinderen. En dat is een beetje, hij hing bij de kinderafdeling. Het is ook maat ML, ik weet niet. Volgens mij heb ik dat niet zo goed aangepakt. En daar heb ik er twee, een bruine en een zwarte. En dat is dan weer jammer dat ik daar niet op heb gelet. Dan heb ik een blouse gekocht voor Mark. Met korte mouwen. Lekker voor van de zomer. En nou ja, weet je, dan moet er wel zomer zijn. Het regent nu. Gisteren was het prachtig mooi weer, maar ja, toen was ik op mijn werk. En nu regent het. En ja, t-shirt voor de jongens. Keep calm en chill, dude. Nou, die vond ik wel leuk. Weet je, echt voor Mika een beetje. We chillen samen, dude. Leuk. Deze wilde ik al een hele tijd. Dat is een blouseje met korte mouwtjes. En de vorige keer dat ik in de Primark was, hadden ze mijn maat niet. En maar nu hadden ze hem wel. En ik heb hem gekocht. Superleuk. En dat is leuk om met een mooi, misschien zo'n roze ketting of iets dergelijks. Weet je, van die grote stenen. Daarvoor had ik hem een beetje gekocht. Dat vond ik wel leuk. Dan heb ik een soort flutje heb ik gekocht. Ik noem dit niet echt. Ik weet niet. Dit is gewoon, dit is een flutje. En meer kan je er echt niet over zeggen. Hij was 3 euro. Nou, meer is het ook echt niet waard. En ik weet niet wat ik ermee ga doen. Ik zie nu dat hij heel erg wijd is. Maar ja, we kunnen ermee verder.
dan nog een riem. Nou ja, de bruine, ik had het al gezegd, hè. En volgens mij zijn ze gewoon te groot. Dus ik weet niet wat ik hiermee ga doen. Het is weer interessant. Dan nog een blouseje gekocht. Een hele mooie blauwe. Met een... ja, zo'n klein kapmoutje, zeg maar. Ik vind het toch wel prettig. Ik heb een tatoeage hier zo. En ik vind het toch wel prettig dat als ik op mijn werk ben, dat het een beetje bedekt is. En dan valt er dan precies zo overheen. En ik vond het echt een hele erg mooie kleur. Dus daar ben ik erg blij mee. Dan heb ik sokken gekocht. Op een of andere manier. Het is heel erg, want het is pas net zomer. Ik weet het. En oh mijn hemel, ik ben weer heel erg moeilijk in het leven. Maar ik dacht laatst, oh, hoe leuk is het als het straks winter is en kaarsjes aan en lekkere sokken en dat soort dingen en zo. Dus ik heb alvast sokken gekocht. Het is echt, mijn hoofd gaat soms gewoon alle kanten op. Dan heb ik een soort spelletje gekocht. Ik heb echt geen idee. Er zitten twee pencils in, potloden en één eraser gum. Zeg maar, dit is een eraser gum, een voetbal gum, zeg maar. En dan twee voetbalplayers en dat is ook een eraser en twee... goals. En dat was €1. Het was niet... hier staat €4. Maar dat was €1. En ik dacht, nou weet je, dan kunnen we straks even lekker los. Zo lekker spelen. Ik vond het wel grappig. Dan heb ik een sjaal van Mark gekocht. Dat heeft hij... Dat weet hij nog niet. Maar dat heb ik voor hem gekocht. Deze was €1. En ik dacht, nou, dat is wel leuk. Dat is, weet je... Zo vooral vast een beetje in de herfst, winter. Een beetje stylish. Ik sloop gelijk van alles. Dus dat vond ik ook wel grappig. Had ik ook wel zin in. En dan als laatste deze tas. Ik ben er helemaal blij mee. Het is een beetje hobo-bobo stijl. Maar het is wel echt een beetje mijn stijl. Ik ben er erg blij mee. Het is een stoffen tas met een leuke print. En deze was €10. Dus ik kan deze zomer voort. Kan ik heel veel spullen in doen. Dus ik ben blij. Nou, dit is wat ik heb gekocht. €67. Het is altijd weer toch meer dan dat je zeg maar eigenlijk wil. Veel te veel geld, maar ik ben blij met mijn aankopen. Nou, verder gaat het op zich goed hier. Zeg maar, de vakantie voor de jongens is begonnen. Ze hebben net één dag vakantie gehad. We hebben nog steeds geen vakantie geboekt. Ik weet het, het is echt werkelijk om gek van te worden. Maar we hebben besloten dat we dit weekend, of in ieder geval deze week, eindelijk gaan boeken. Dat moet ook wel, want wij gaan gewoon binnenkort weg. Dus dan moet je op een gegeven moment boeken. Gaan we boeken en we weten nog niet. Het kan echt van de Ardennen tot een huisje in Nederland tot Zuid-Spanje worden. Dus hè, verrassing, verrassing. Het zorgt een beetje voor een beetje stress in mijn leven. Maar aan de andere kant is het dan ook wel weer leuk dat we, nou weet je, we wing it. We zien het wel. En dat is natuurlijk ook altijd wel spontaan. Als jullie een first impression hiervan willen zien, even een duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En smile for pretty.